Dit schattige uiltje van Tutorials by A is niet moeilijk om te maken en daar heb ik op dit moment echt behoefte aan, want ik ben al een paar dagen bezig met een paardje van elastiekjes. En ik heb er al een stuk of 7 gemaakt en ze allemaal weer afgekeurd. Ik wilde jullie niet langer laten wachten op een video, dus ik heb besloten om een minifiguurtje van Tutorials by A nu ertussen door te doen. Ze zijn altijd relatief snel om te maken, vind ik, met een heel leuk effect, een leuk resultaat. En dit uiltje is zo'n voorbeeld daarvan. Ik heb hem hier gemaakt in het groen, maar hij is eigenlijk gewoon leuk in elke kleur die je op dit moment nog in voorraad hebt. Je hebt er 43 elastiekjes voor nodig, voor de hoofdkleur. En het buikje, die witte elastiekjes, daar heb ik er 6 van gebruikt. En het snaveltje en de pootjes, oranje, zijn 4 elastiekjes. En dan nu natuurlijk nog 2 zwarte elastiekjes voor de oogjes. Heel veel succes en heel veel plezier. Ik gebruik de loom van het merk Rainbow Loom. En je gebruikt hem zoals die uit de doos komt. Dat betekent dat de middelste rij iets uitsteekt ten opzichte van de buitenste 2 rijen. En daar beginnen we met het opzetten van de elastiekjes bij de rode pijl. En als je geen rode pijl hebt, dan wijzen de openingen, deze openingen van de pinnen van je af. Die zijn aan de andere kant. En beginnen met een elastiekje te plaatsen. 1 enkel elastiekje rechtdoor naar voren. Dat was de verkeerde kleur. De roze wil ik hebben. Rechtdoor naar voren. Vervolgens slaan we dit eerste pinnetje over. En we gaan verder met het tweede pinnetje. En dan doen we 2 elastiekjes. Dus ik heb er nu 1 geplaatst en dan gaat er nog eentje bovenop. Dit gaan we dichtmaken. Met 2 elastiekjes. Dit is 1 en dit is 2. Je kan ze ook tegelijkertijd erop zetten. Maar voor mij is dit nu even ietsje gemakkelijker. Ik zal het even proberen hier 2 tegelijk. Nee, zie je, dat lukt me niet. Omdat ik mijn andere hand gebruik om de loom vast te houden. Dus ik doe het even zo. 1 en 2. Nu gaan we hier en hier en hier met 2 elastiekjes naar beneden. Dus een rijtje van dubbele elastiekjes. En als we dat gedaan hebben, gaan we vanuit het midden met oranje, 2 oranje elastiekjes, rechtdoor naar beneden en dat wordt het snaveltje. En nu moet ik mijn loom zo gaan neerzetten, want ik kan niet verder. Dan stoot ik mijn iPad om. We gaan hier aan de buitenkant gaan we rechtdoor naar beneden. Pak er weer een oranje, maar zo gaat het goed. 2 roze. En ook aan de overkant doe je dat. En misschien zie je wel dat ik mijn donker oranje heb vervangen door licht oranje. Dat valt wat beter op. En we gaan het nu het hoofdje dichtmaken door zo schuin met 2 elastiekjes naar het uiteinde van het snaveltje te gaan en ook aan de andere kant. En dan gaan we vanuit dit punt eerst naar de rechterkant en dan naar de linkerkant. Of als je hem zo houdt, eerst naar beneden met 2 en dan schuin naar boven. We gaan nu aan de buitenkant met roze in mijn geval. 3 keer naar beneden. Dubbele elastiekjes. 1. Twee. En 3. Datzelfde doen we aan de overkant.
En dan hier in het midden. En doen we dat met wit. En dan doen we de 4 naar beneden. En ook weer dubbele elastiekjes. Er wordt wel eens gevraagd van, kan het ook met enkele elastiekjes? Maar met figuurtjes doen we eigenlijk, nou ja, bijna altijd dubbele elastiekjes. Omdat het figuurtje, diertje of poppetje, dan net even nog een wit elastiekje erbij pakken. Want dat komt te kort. Oh, sorry. Ik stoot tegen mijn iPad aan. Omdat het figuurtje dan net wat steviger is. En wat gevulder. En dat is gewoon mooier. Dit is wat je dan moet hebben. We gaan het lijfje hier nu dichtmaken met 2 dubbele elastiekjes roze en hier ook. Maar daar gaan we eerst een pootje op zetten. En dat doe je als volgt. Je pakt je haaknaald en een enkel oranje elastiekje. En die doe je 3 keer op je haaknaald. Dit is 1 en nog een keer. Dat is 2 en nog een keer. Dat is 3. Dus 3 lusjes. En dan pak je 2 roze elastiekjes. Die zet je op je haak. Hou de spanning erop. En zorg ervoor dat je deze lusjes zo op de 2 elastiekjes trekt. En op het moment dat die erop zitten, kan je het elastiekje zo schuin op de loem zetten. Bijna een lusje kwijt, maar ik heb hem weer. En zo. En datzelfde gaan we hier doen aan de andere kant. Dus ik pak een enkel oranje elastiekje. 1 en 2 en 3. 3 lusjes. 2 roze elastiekjes. Zet je op je haak. Je houdt de spanning erop. En deze oranje elastiekjes die gaan erop. Dan zitten ze hier in het midden. En dan zetten we dit zo erbij. We gaan de oogjes erop zetten. En dat doen we, als dit hier heb je het snaveltje, doen we op dit pinnetje en op dit pinnetje. Dus 1, 2, 3. Derde pinnetje van boven. En we maken 4 lusjes. Dit is 1. Je draait hem een slag. Dit is 2. Nog een slag draaien. Weer eroverheen. Dat is 3. En nog een slag draaien. En weer eroverheen. Dat is 4. Een andere manier om dat te doen is met je haaknaald. Dit is 1. En nog een keer op je haaknaald. Dat is 2. En nog een keer. Dat is 3. En nog een keer, dat is 4. Dan heb je 4 lusjes op je haaknaald. En dan moet je ze met je nagel, wat ik niet heb, maar volgens mij heb ik hem al, moet je dit wijd zien te trekken. En dan zo op het pinnetje zetten. Duw ze een klein beetje naar beneden om plek te maken voor een elastiekje. Die op deze manier op hebben gezet als een driehoek. Als je dat lastig vindt, dan zet je hem eerst zo erop, op de ogen. En dan met je haken doe je deze eentje naar boven. We gaan nu de oogjes vanaf de buitenkant over het pinnetje heen tillen. En dat kan in 1 keer als het je lukt. En het mag ook 1 voor 1. Dus je mag ook zeg maar wat laten zitten. Dus dat je eerst dit stukje doet. Dan ga je weer terug. Dan pak je weer wat. Net zolang tot alles over het pinnetje heen is. En dat doe je ook aan de andere kant. Dus vanaf de buitenkant til je de zwarte elastiekjes daar binnen. En dan zitten ze op dat driehoek elastiekje. En zitten de oogjes op de juiste plek. Het enige elastiekje wat we nu nog gaan plaatsen is hier op het einde. Dat is de capend. En die gaan we maken met 3 ringetjes. Je pakt de kleur van je uil. In dit geval bij mij roze. En ik maak 3 ringetjes
op mijn haaknaald en dan zet ik hem erbovenop. En je mag dat ook natuurlijk rechtstreeks op het pinnetje mogen doen. Het is maar wat jij het gemakkelijkst vindt. En nu zitten alle elastiekjes erop en kunnen we gaan beginnen met haken. Als je haakt, dan is het gemakkelijkst als je de loom zo voor je hebt, zodat de openingen van de pinnen aan jouw kant zijn. En dan kan je met je haak er makkelijk in om op deze manier de elastiekjes te pakken die je wil hebben. Voordat je begint met haken, kijk altijd eerst welke elastiekjes bovenop liggen. Hoe is dit pinnetje opgebouwd? Die twee witte elastiekjes, die zijn onderop. Daarna komen deze twee elastiekjes en daarna komen deze twee elastiekjes. Dus die zijn als eerste aan de beurt. Daarbovenop zit die capband van 3 lusjes. Daar ga je dus in. Die duw ik naar achteren. En omdat ik al weet welke elastiekjes ik moet hebben, kan ik ze ook een beetje op deze manier via de zijkant pakken. Dan komt je capband mee. Dat is niet de bedoeling. Dus dan kan je weer opnieuw beginnen. Capband eraf. Ik ga het er ook niet van afsnijden, zodat je weet wat je moet doen. Omdat ik vaak vragen krijg van mijn elastiekje knapt of het lukte me niet. En zo, ik heb de capband er bijna weer terug opgezet. 2 en 3. En we gaan het nog een keer proberen. Dus de capband gaat naar achteren. Ik pak via de zijkant het elastiekje. En deze keer wil ik niet dat het me weer overkomt. Dus deze keer hou ik de capband tegen met mijn andere hand, met mijn duim. En ik haal hem eruit. Het elastiekje wat ik wil haken. En ik zet hem op het pinnetje. Nu ga ik voor deze elastiekjes. Het wordt al makkelijker, want er zijn wat elastiekjes uit de weg. Ik pak het elastiekje. Twee elastiekjes en ik haak ze naar links. De enige die nog over zijn, zijn deze witte hier. En die haak ik naar voren. En ik begin nu eerst met het middelste rijtje. Die haak ik allemaal naar voren. Tot ik hier op dit kruispunt ben aangekomen. Dan ga ik naar de rechterkant. Het maakt niet uit of je dan links of rechts eerst haakt. In dit geval komt er weer een stukje capband mee, maar nu is het niet zo erg, want die kan ik gemakkelijk weer terugplaatsen. Of eigenlijk een elastiekje kwam mee. Het kan niet missen, er is maar 1 set elastiekjes wat je hier kan pakken. En nu ook nog deze rij. En ook deze gaat naar het midden. Ja, hier hetzelfde verhaal weer. Heel veel elastiekjes op dat pinnetje. En we gaan altijd beginnen met de bovenste, om die als eerste eruit te haken. En dan helpt het als je al weet welke dat zijn. In ieder geval zitten de oranje elastiekjes helemaal onderop. En daarna komen volgens mij deze. Daarna komen deze. En die wil ik hebben. Omdat het hier diagonaal samenkomt, is het extra lastig om de juiste elastiekjes te vinden. Kijk maar, als ik zo met mijn haaknaald naar binnen ga en ik duw het weg, dan glippen ze iedere keer weer op een plek. Dus daar moet je even op bedacht zijn. En omdat ik al weet welke elastiekjes ik wil hebben, kan ik weer smokkelen door ze via de zijkant te pakken en naar het midden te trekken. En
let erop dat je dan niet andere dingen meepakt, andere elastiekjes meepakt. Deze haaknaald, ik weet niet of ik dat al verteld heb. Ik ga eerst even de elastiekjes haken, ga ik het zo vertellen. Ik heb de elastiekjes op het pinnetje gezet, maar ik voel de spanning en ik heb geen mooie druppelvorm. Deze elastiekjes worden nog tegengehouden door andere elastiekjes die hier op dit pinnetje zitten. Dus ik ga met mijn naald erin. En dan haal ik even zo de elastiekjes van het pinnetje af. Zodat dit elastiekje zo mooi op de plek kan schieten. En dan zie je hier wel een druppelvorm. Deze haaknaald heb ik sinds kort. Het is van het merk Rainbow Loom zelf. Ik weet niet of je het kan zien. En hij is fantastisch. Hij is wel duurder, maar hij breekt niet zoals die plastic haaknaalden. Maar er zit zo'n goede haak op dat je wel heel vaak ook andere dingen meepakt. Dat is eigenlijk het enige nadeel, maar het is bijna geen nadeel te noemen. Want zonder die mooie haak zou je ook niet goed de elastiekjes kunnen pakken. Nu moet ik deze hebben, dus ik ga er weer in. Het is nu iets gemakkelijker, omdat roze en oranje overblijven. En ook hier voel ik weer spanning. Als je spanning voelt, niet met kracht doortrekken, maar een beetje wiebelen eerst. Kijken of dat lukt. En ook hier weer zie je dat hij niet nog lekker op die pin zit. Dus als ik dit zo ervan aftrek, je zag hem op zijn plek schieten. Nou, de laatste zijn makkelijk. Dat zijn die oranje en die geven ook mooi mee. En dan hebben we dit gehaakt. We haken nu alleen nog rechtdoor. Ik begin hier aan de rechterkant. Pak de twee lusjes en ik haak ze naar voren. Hier moet je opletten, want hier zit het oogje erop. Kijk, dit ene enkele elastiekje. Je moet altijd erin en alles wat je tegenkomt voordat je de elastiekjes pakt die je moet hebben, duw je naar achteren. Dus hier pak ik deze twee. En nu ga ik aan de andere kant verder. Het is niet waar wat ik heb gezegd. Ik moet hier stoppen. Zometeen gaan we verder naar het einde. En dan ga ik terug naar het midden hier, naar het snaveltje. En die haak ik ook rechtdoor. En dan haak je vanuit de buitenkant. Dan moet je oppassen dat je niet... Hij zit hier vast. Ik probeer het even met mijn vinger een beetje los te krijgen en dat lukt. Deze enkele moet je nog even laten zitten. En hier pak je ook de bovenste twee. En die haak je naar het midden. En ook die zit vast. En dan helpt het vaak om met je... Zo bij het begin van het elastiekje met je duim en wijsvinger het voorzichtig te pakken. Dan kan je namelijk hier in het begin kracht zetten. In plaats van dat je met je haak van bovenaf dat doet. En die zet je ook hier in het midden. En nu haken we het laatste lusje hier. En het laatste lusje hier. En de laatste in het midden. En dat staat behoorlijk strak, dus voorzichtig. Ik doe dit zo heen en weer bewegen om hem ertussen uit te wiebelen. Om zo niet het elastiekje te breken of je haaknaald. Nou, nu zijn we helemaal klaar met haken. Het enige wat nu nog moet doen is van deze, want deze is allemaal los, deze elastiekjes, dus daar gaan we knoopjes van maken. En dat doe je vanaf de buitenkant. Haal je het onderste elastiekje eruit, over het pinnetje heen, en je laat hem los. En dat elastiekje wat er nog op zit, die kan je dan met je haaknaald pakken en dan een beetje aantrekken. Zo. Dan zet je hem weer terug. Doe ook aan deze kant, onderste elastiekje eroverheen en loslaten. En dan pak je deze op. Je trekt hem een beetje aan, zodat het knoopje erin zit. En hier doen we dat ook.
Ik ga hem eerst even ietsje nog ruimte geven, zo. En dan het onderste. Eerst even zeker weten dat ik er twee heb. Ja, het zijn er twee. Onderste over de bovenste. Loslaten. En deze aantrekken. En dan kan je uiltje eraf. Zo komt je uiltje van de loom af en zo gaat hij worden. Ik moet hem gewoon even in model trekken. Beslissen welke kant je gaat gebruiken. Deze kant denk ik, ja. En dan het snaveltje op zijn plek zetten. Oogjes wat mooier bij elkaar doen. En niet te vergeten, we moeten de lusjes verstoppen. En dat doe je als volgt. Deze in het midden, die laat ik voor wat ze zijn. En deze twee aan de buitenkant, die wil ik kwijt. Dus je steekt gewoon je haaknaald erin. Pakt dat lusje mee en je trekt hem naar binnen. Waar er plek is. Nu heb ik hier nog steeds een lusje. Dus doe ik hetzelfde verderop nog een keer. Net zolang tot ik tevreden ben dat het lusje weg is. Trek hem wat ronder. Zoals tutorial bij E zei, dit is op zich voor haar een ontwerp anders dan anders. Omdat dit zo los zit. Normaal zit er altijd horizontale elastiekjes. Maar als ze dat zo hebben gedaan, dan krijg je hem niet zo mooi rond. Dus het is een hele bewuste keuze geweest. Nou, deze gaan we ook nog verstoppen. Zo. Nou, dat begint er al op te lijken, nietwaar? Dit is het eindresultaat. Je kan, als je wil, deze lusjes natuurlijk ook nog verstoppen. Maar je kan ze ook gebruiken. Ik heb het wel eerder laten zien. Als je bijvoorbeeld ergens doorheen wilt trekken, dan zorg je dat je de lusjes zo door een sleutelhanger bijvoorbeeld doet. En dan het hele figuurtje door de twee lusjes. Een beetje aantrekken. En dan heb je een knoopje. En dan heb je dus een sleutelhanger en ook een superleuk cadeautje om weg te geven. Ik hoop dat jullie iets aan deze video gehad hebben. En dank jullie wel voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer. Dag!